Welkom dames en heren bij deze nieuwe Fall Guys video. In deze video gaan we het hebben over een aantal nieuwtjes die zijn gebeurd rondom Fall Guys. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jou eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 2000 likes halen? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op de veel gevraagd met dat belletje aan. En laten we dan gewoon meteen beginnen met deze video. Ja, en voordat we met een game gaan starten wil ik eerst even kijken naar de shop. Want er zijn wel een paar leuke dingen zoals deze Master Ninja. Kan hem helaas nog niet kopen, maar ik vind deze knockout ook wel grappig. En deze Picture Perfect is op zich wel ook wel een leuke broek. Weet je wat, laten we gewoon deze knockout kopen. Vind ik wel grappig, weet je waarom ook niet. Kunnen we ook gelijk equippen? Dat gaan we ook zeker weten even doen. En misschien moet ik dat broekje ook maar gewoon halen. Want dat is op zich wel, die past er niet per se bij, maar het is wel grappig. Oké, nou laten we dan dit gewoon doen als outfit. Ik vind het prima, echt het is echt super vloekend. Maar hey, prima toch. Laten we een game starten en dan ben ik zo bij jullie terug. Jawel, we zijn in Dizzy Heights en hier gaan we de eerste ronde doen. En ja, we gaan dus live spelen en ik moet weer dingen opnoemen. Dus ik hoop dat dit goed gaat. Zo niet, dan story, dan gaan we gewoon nog een potje doen. Waarom ook niet. Dus beginnen we vooraan. Oeh, dat is wel heel erg dik. Dat is wel echt heel erg fijn. Oké, maar het eerste ding waar ik het over wil gaan hebben is... Ja, hou me niet vast alsjeblieft. Het eerste ding waar ik het over wil hebben is iets wat... Oh, dit is ook niet handig voor mij. Dit is zo onhandig wat ik nou aan het doen ben, hè? Holy crap. In ieder geval, het eerste waar ik over wil gaan hebben is een charity die is gekomen, of die is gedaan door Fall Guys. Namelijk, ze hadden een soort van, nou ja, biedactie of zo. Ik weet even niet hoe je dat moet noemen. In ieder geval, mensen konden bieden om hun skin in de game te krijgen. Maar alle opbrengsten, of het hoogste bod, dat ging naar een goed doel. En dan vraag je je af, wie heeft er gewonnen? Want dat is recentelijk geweest. Wie gaat er een skin in de game krijgen? Nou, er zijn eigenlijk 4 winnaren. Ja, je hoort het goed. Eentje ervan, die kent iedereen. Dat is namelijk Ninja. Laten we even kijken of we hier snel kunnen qualifyen voordat ik de rest ga vertellen. Ik denk het wel, toch? Ik denk dat het wel goed komt. Eerst is Ninja. De tweede is Mr. Beast. Die heeft de meeste vielen die ook wel... Waarom val ik hier? Ik sprong daar. Oké, heel onhandig dit. De eerste was dus Ninja. De tweede is Mr. Beast. En de derde is G2. Dat is een e-sports organisatie. En de vierde is AimLab. AimLab is... we zijn echt net gekwalificeerd. AimLab is een soort van aimtrain game of zo. Dat zijn de 4 winnaren. Dus ik verwacht dat we of 4 skins gaan krijgen voor Ninja, Mr. Beast, AimLab en G2. Of we gaan een gecombineerde krijgen van die 4. En dat is op zich wel grappig. En dan vraag je misschien af, hoeveel hebben zij geboden? Hoeveel gaan zij betalen naar de naar de charity? Nou, ik kan je vertellen, dat is echt mega veel. Namelijk 1 miljoen dollar. Ja, met z'n 4 betalen ze 1 miljoen dollar. En nu gaan ze hebben dus gewonnen. Dus ze gaan hun eigen skin krijgen. Voor degene die niet weten wat het goede doel is. Het goede doel is special effect. En special effect is een goede doel wat ervoor zorgt dat er kinderen of mensen met een handicap toch kunnen gamen. Dat is een beetje, dat is het hele goede doel. Ik hoop niet dat ik eraf getrokken word. Ik moet een klein beetje in het midden blijven zo. Gaan we hierheen, prima joh. Ik vind alles goed. Kijk, oh, hou me niet vast alsjeblieft. Hou me niet vast, blijf hem af. De special effect is het goede doel. Nou, ik vind het echt een heel erg goed doel. Want ja, sommige mensen hebben bijvoorbeeld een hand minder. Of zitten in een rolstoel. En ja, dan is het met een controller spelen toch wel heel erg lastig. En dat goede doel, die zorgt er dus voor dat ze hun eigen soort van controller krijgen. Zodat ze alsnog kunnen gamen. Dus ja, heel goed doel. Ik ben heel erg blij dat daar in ieder geval 1 miljoen euro naartoe gaat. Dus dan kunnen mensen die graag willen gamen, maar het eigenlijk niet kunnen met een controller bijvoorbeeld. Die kunnen dat dus nu wel. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ze zijn bijna gekwalificeerd zo te zien. Verder heb ik nog een concept skin voor jullie. Dat is deze skin. En ja, zo zou de skin eruit komen. Zo zou die eruit kunnen zien als die straks komt. Ligt er een klein beetje aan of ze een gecombineerde skin gaan doen of niet. En we zijn gekwalificeerd. Let's go! Yes, en we zijn alweer bij de volgende game mode. Ik weet even niet meer hoe deze heet, maar ik speel deze niet heel erg vaak. Laten we hopen dat het goed gaat. Ik ren gewoon even. Even weg. Hopen dat dat groen de kleine balk me in gaat halen. Maar laten we dan ook maar doorgaan naar het volgende ding. Komt ie? Oh, hier. Kijk, mooi. Kijk, het gaat goed. In ieder geval, laten we doorgaan naar het volgende ding. Dat is namelijk dat Fall Guys lijkt te plateauen. Het lijkt een beetje... Ik was bijna dood daar. Het lijkt een beetje alsof Fall Guys... dood gaat het nog niet. Natuurlijk niet. Het is nog steeds een hele grote game. Nog steeds nummer 4 op Steam. Maar het lijkt wel een klein beetje op. Dat de hype een beetje begint te stagneren. Misschien niet het goede woord, maar het wordt in ieder geval ietsje minder. Het gaat minder hard als voorheen.
En dat zie je heel goed aan dit plaatje wat jullie nu zien. Dan zie je in Google hoe vaak iets gezocht wordt in Nederland. Ik ben weer gekwalificeerd trouwens. Hoe vaak iets gezocht wordt in Nederland op YouTube. En dan zie je dat het er eigenlijk een beetje... het vlakt uit. Het is niet meer, het stijgt niet heel hard de lucht meer in. Dus ik denk, gooi het er even in. Ik wil je niet meer zeggen dat Fall Guys nu klaar is. Maar toch, hey, het gaat niet meer zo hard als dat het eerst ging. Ja, en dan zijn we alweer bij de laatste 15. En dit is volgens mij... Nee, dit is nog een teamgame. Ja, dat is sowieso nog een teamgame. Dus ja, ik weet niet hoe blij ik daarmee moet zijn. Maar prima, toch? En trouwens, over teamgames gesproken. Daar gaat mijn laatste ding ook over. Mijn laatste nieuwtje. Dat is namelijk... Fall Guys heeft er een tweet uitgegooid. Wat nou... met de vraag... Wat is nou het beste team? Oh, nee, doe dat niet! Ik kan hier niet zo opspringen? Kan dat niet? Ik dacht dat het kon, maar dat kan niet. Oké, hierachter kunnen we ook gewoon. Prima, joh. Zo, kunnen we die dan pakken daar. Kan ik hierbij? Ja, goed zo. Als jij... Heb je hem niet? Oh, boom! Oké, we hebben hem. Maar het beste team is volgens de Twitter poll, je ziet nu een plaatje, is blauw. En het slechtste team is niet geel, maar groen. Ja, je ziet het goed. Oké, laten we echt even focussen. Zo, die is goed. Oh, die moet ik ook hebben. Ja, ik heb hem. Oké, mooi. Die is voor ons. Dan kunnen we deze ook even pakken. Die is voor mij. Kom! Ik heb hem! Oh, lekker hoor. We hebben hem gewoon. Oh, maar we staan achter. We staan gewoon... Het gaat gewoon niet goed. Oh, ik val. Huh? Ik viel er doorheen. Het leek net alsof ik door dat ding heen viel. Oké, prima. Dit doen we zo. Boom, die is voor mij. Doen we deze nog even. Oh, kut. Verkeerde kant. Heb ik die? Ja, we hebben hem. Let's go. Oké, ik moet echt hard doorgaan zo. Want anders gaan we niet redden. Oh, hier zit er nog één. Nee, blauw heeft hem. Oh, nee. Oh, nee. We staan achter. Ik ga me niet vertellen dat we er nu uitgaan. Nee. Waar zijn alle dingen? Oh, we lopen één achter. Geel gaat knijten hard. Geel gaat mega hard. Oké, we moeten echt opschieten. We gaan het verliezen, jongens. We gaan het gewoon verliezen als we nu niet opschieten. Pak hem, alsjeblieft. Oké, loop ik door. Kunnen we nog eentje pakken? Hier zit... Rood, pak hem! Ga er doorheen. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Oké, hier zit nog eentje. Nee, blauw gaat er net doorheen. Nee! Oh, we gaan het... Als we het gaan verliezen, word ik zo mad, hè. Blijf hier. Jij gaat weg. Zo. Oh, gaat hij... Hij springt mis. Hij springt niet. Hij springt mis. Mooi. Oh! Nee, ik ook! Nee! Nee, 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 nee. Oké, die kunnen pakken, die kunnen pakken. Mooi. Dat is gewoon eentje. Mooi, die hebben we gewoon. Dat is fijn. Die is voor geel. Nee, we moeten ervoor zorgen dat blauw voornamelijk niet meer... Geel is klaar. Geel is afgelopen. Die is door, maar blauw... Nee, we mogen niet. Nee, nee, nee. Ga winnen. Hoe is dat qualified? Oké. Maar in ieder geval, blauw is het beste team. En, maar blauw is toevallig net afgevallen, dus blijkbaar niet. En groen is dus het slechtste team volgens Twitter. En jawel, we doen Hexagon. En ja, ik heb deze één keer gewonnen. Dus ik hoop dat we dat nog een keer doen. Het lijkt mij echt heel fijn om dat live nu te doen. Ik heb geen nieuwsdingetjes meer. Dus ik ga me gewoon proberen te focussen op de gameplay. Oh, dat is niet heel slim wat ik nou doe. Zo, boom. Boom. Ik moet even rust in de game hebben, zo. 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 Spring even naar beneden. Zo. Gaan we nog eentje naar beneden. Prima, joh. Oké, we moeten echt even rust... Kijk, dit haat ik als iemand dat doet, jongen. Nee, ik val weer naar beneden. Nee, ik viel er doorheen! Ik viel er doorheen. Dat is zo oneerlijk. Oké, prima. Ik vind het helemaal goed, jongen. Oké, ja, mensen die gewoon lopen... Ik haat mensen echt. Echt. Doe nou gewoon rustig. Dan heb je... Daarmee red je jezelf en anderen ook. Kunnen we hierop? Ja, mooi. Okay, dat is fijn. Gewoon van één voor één zo af. Zo, mooi. Jongen, ga weg! Rot op! Valt dood. Valt hij nou niet dood? Oh, jammer. Hij sprong net op het laatste moment. Ah, nee! Nee! Nee, nee, nee! Oh, oké, okay, nou gaan we hier, joh. Prima, joh. Oké, okay, we moeten echt... Het gaat echt om die laatste sprint. Hoe langer je op één platform kan blijven, het betekent niet dat je per se beter gaat of zo. Want je kan zo makkelijk naar beneden vallen. Ja, dit haat ik echt, dat mensen dat doen. Echt, kap ermee, want het is super irritant. Nee! Oh. Oké, we zitten op de laatste. We zitten al op de laatste. Dit gaat helemaal fout, dit. Dus nu moet ik echt mijn best doen om te blijven leven. Oké, gaat goed enigszins. Gaat goed. Ik moet even een klein stukje lopen, want anders gaat het niet goed. Alsjeblieft, val dood. Val dood. Val dood. Val dood. Oké, helaas. Helaas viel hij niet dood. We gaan het sowieso niet overleven. We zitten al... Er zit sowieso al iemand heel erg hoog. Dit is zoveel stress heb ik nou op mijn lichaam, jongens. Oké.
Het gaat goed. Nee, doe het nou niet! Ah, helaas. Oké, we hebben het geprobeerd, dames en heren. We hebben het geprobeerd. Maar hey, we zijn toch in de finale gekomen. En we zijn best ver gekomen, vind ik. Ik vind dat we het echt goed gedaan hebben. Dames en heren, dat was alweer het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Als je het vonden, drop even die like. Abonneer op de video, graag een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En even zeggen, tot de volgende keer. En peace out.